Welkom terug bij Project Cars. We gaan beginnen aan de tweede race. 14 ronden, 1 pitstop. En het zou wel eens een nachtrace kunnen zijn. Spannend, spannend. De lichten mogen van mij best aan. Oké. Spannend. Oh, het is donker. Wow, hallo. Negende liggen we. Aan de binnenkant kan ik hem terugpakken. Oh, het is donker. Jongens, waarom hebben we geen lichten aan? Wat is dit? Oeh. Here we go. Nee, bedankt. Sorry. Zevende liggen we. Oké. Dat is best goed. Huppatee, tussen twee auto's door. Wat doe jij? Rijd door of zo. Oh my god. En dan mij ook nog rammen hier. Fijn. Ik vraag me af of mijn lichten daadwerkelijk aanstaan. Ik denk het niet. Ah, daar deed ik ze aan. Aha, nu ben ik de enige auto met lichten. Oh nee. Waarom hebben sommige auto's wel een licht aan en sommige niet? Wat is dat voor een onzin? Nu al? Ik ga niet nu. Dit is de tweede ronde. Ik denk, volgens mij is de pit window vanaf nu open. En je kan tot aan de laatste ronde kan je pitten. Maar ik ga gewoon lekker in ronde 7 op de helft. Wow, dude. Dat was een illegale actie. Oké. Uitremmen in deze bocht is nooit zo'n goed idee. Zeker nog. Ja. Het is echt super donker. Dat vind ik eigenlijk wel cool. Alright. Ik
Liggen derde. Nummer 1 is een beetje ver van me vandaan, 2,6 seconden. Oh, die zon. Great. Serieus aan het concentreren nu. Break. Ja, best spannend. Want hij natuurlijk die pitstops. Ik hoop dat dat goed gaat. Nee, ik ga de volgende ronde pitten. Oeh, te wijd. Wauw, lap time invalidated, seriously. Ja, misschien gaan we wel samen de pit in. Dat zou spannend zijn. Ah, goede bochtencombinatie. Oké, we gaan de pits in. Ik ben benieuwd, hopelijk doet hij alles vanzelf. Ik neem aan dat ik niks hoef te veranderen.
Alright, poef. Even strekken. Right, hoe lang duurt zoiets? There we go. Waarom hebben ze mijn lichten uitgedaan? Oh wauw, het ligt nog derde. Oké. Ben benieuwd hoe het zit als hij heeft gepit. Hij staat in de pit, denk ik. In ieder geval één iemand. En Hamilton ligt op 32 seconden. Niet Lewis Hamilton, Ryan Hamilton. En ja, hij staat in de pit en ik denk dat we eerst er liggen. Hij komt er nu uit. Oeh. Maar we hebben de voorsprong. 1,5 seconde. Nu geen domme dingen gaan doen natuurlijk. Zoals in de vorige race. Moet je nagaan, hè? In de vorige race die 7 ronden duurde. En ik volgens mij 3 keer gecrashed. En in deze race, waarin ik al 10 ronden bezig ben, ben ik nog in 1 keer gecrashed. Alright, nog 4 rondjes. Dan hebben we misschien onze eerste overwinning. In de GT4. Ik vind het op zich wel leuk, langere races. Alleen voor commentaar is het natuurlijk wel wat lastiger. Stel je voor dat de 24 uur van Le Mans gaat doen.
dat ik de 24 uur van Le Mans ga doen. Nou. Ik denk niet dat ik die helemaal ga uitzenden. Beetje wijd, maar oké. Voorsprong nog steeds 2,5 seconden. Trouwens ongelooflijk slecht weer hier. Niet op Watkins Glen, maar hier voor mijn deur. Het regent echt al de hele dag. Ze hadden het gisteren ook over tornado's en zo. Nou, met tornado's persoonlijk heb ik zoiets van laat maar komen. Ik zou het wel cool vinden om, om er eens eentje in het echt te zien. Mijn zeg maar PWS profielwerkstuk ging over, over tornado's. Ik heb het altijd wel interessant gevonden, weet je, op die serie Storm Chasers en dat soort dingen. Vind ik altijd wel boeiend. Die mooie plaatjes van tornado's. Een orkaan is dan weer wat minder. Omdat dat gewoon pure vernieling is. Een tornado is toch wel een heel boeiend natuurfenomeen, vind ik. Maar ik heb er nog nooit één in het echt gezien. De kans is ook heel klein in Nederland. Het was best wel een grote tornado gisteren of zo, of een paar dagen geleden. Maar tornado's zijn natuurlijk heel lokaal. Het is niet één grote, het is onderdeel van één grote storm. Maar tornado en zeker een wat minder sterke tornado, het is heel erg lokaal. Dus de kans dat je daadwerkelijk een tornado meemaakt is heel klein. Niet als je in Oklahoma of zo wel. Damn it! Toch weer die fout. Ja, en dit ga ik niet meer goed maken. Toch weer die fout. Te vroeg insturen bij die chicane. Dubbele chicane. Ik vind dat echt de moeilijkste bocht op dit circuit. Damn it! Ben je 13 ronden eigenlijk gewoon prima bezig en dan boom, race over. Nou ja, in ieder geval eerste plaats. Een beetje wijd. De laatste rondje, niet nog zo'n fout maken. Want dan maar tweede worden. 18 punten, of nee, niet 18 punten. 12 punten denk ik. De winnaar krijgt maar 15 punten. Ja, dat was een stuk beter. Maar ik moet wel zeggen, het was wel een mooie race. Want met die zon die ondergaat. Maar een tweede plaats nipt voor Andrew Gregg. Oeh, dat was best een lange race. 20 minuten. Nou ja, 19 en een beetje. Maar ja,
Dat vond ik eigenlijk best wel een hele leuke race. Om eerlijk te zijn. Ook met die pitstops. Dat maakt het toch even spannend. Jammer dat ik toch een foutje maakte. Een behoorlijke fout in de één na laatste ronde. Ryan Hamilton. Oké. Twee keer twee totaal andere podiums. Podia. Dus waar staan we? Vierde. 12 punten. Oké, Andrew Hopkins heeft 24 punten. Dus die staat dik bovenaan. Maar oké, na één race. Er zijn er. Of na twee races eigenlijk. Er zijn er zes. Drie rondes. Poeh, dat was best wel een uitputtingsslag. Hoe noem je dat? Maar bedankt voor het kijken. En even kijken wat we hier hebben. You have new mail. Voor de Historic TGA Euro Trophy. Oké. Dat is volgens mij direct na de Historic GT5. Dat is deze, denk ik, hè? Oh nee, niet. Dan weet ik niet exact waar ik voor ben uitgenodigd. Deze heb ik al een paar keer gedaan. Nou ja, we zien het wel. De volgende GT4 race is. Duurt al even. Oh. Waarom hoor ik ineens geluid? In ieder geval. Dat duurt al even voordat die is. Die is pas in mei. Wauw. En ja, Sonoma Raceway. Weer hetzelfde. Zo irritant deze kalender. Eerste race zal weer iets van 7 rondjes zijn. En de tweede 14. En dus ook weer twee kwalificaties. Dus voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.